Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Het partijcentrum van DA 91, want daar zit de voorzitter Angelique Al-Hussein del Castillo. Ik vind de mooiste naam in de politiek. Goedendag, welkom. Ja, echt een mooie naam. Een mond voor. Welkom. Wat zijn jullie nu aan het doen, DA 91, op dit moment? Op dit moment zijn we bijeen met onze DNA-kandidaten voor Paramaribo. Dus we hebben een soort DA 91 DNA-zitting. En we bespreken dus de actuele issues en de wijze waarop onze kandidaten daarmee omgaan met de voorlichting naar de gemeenschap. Oké. Okay. Actuele issue is meester Hoofdraad. PG die stuurt een brief naar DNA. Wilt u mij, luisteraars, vertellen wat de brief inhoudt? Nou, de inhoud van de brief is dus dat conform de wet, artikel 140 van onze grondwet, de PG, de heer Hoefdraad, heeft aangemerkt als verdachte in de kwesties rond de centrale bank, waarvoor de heer Van Trikt al is opgepakt. En dat hij dus de assemblée vraagt, aangezien de heer Hoefdraad behoort tot de gezagsdragers, om dus hem ruimte te geven het onderzoek te doen, in die zin van dat ze hem in staat van beschuldiging moeten stellen. Maar dat moet die assemblée goedkeuren en goed vinden, toch? Ja, dus dat is artikel 140 van de grondwet. Er is een zekere bescherming voor ambtsdragers en gewezen ambtsdragers. Dat de assemblée daar goedkeuring aan verleent. U weet, zij gaan ook niet voor de gewone rechter, maar hun zaak wordt afgehandeld door het Hof van Justitie. En wat is het standpunt van DA 91 hierin? Het standpunt van de 91 is dat per direct de assemblée daar goedkeuring aan moet hechten. Wet en recht geldt voor iedereen en deze samenleving verdient gerechtigheid. En wanneer we het desastreus financieel beleid van de heer Hoefdraad beschouwen, waar wij steeds voor gewaarschuwd hebben, waarbij steeds duidelijk werd dat wet en recht voor hem geen belemmering waren om handelingen te plegen tegen het belang van deze samenleving, is het nu de hoogste tijd dat de assemblée ook haar plicht tegen deze samenleving, het beschermen van deze samenleving tegen machtsmisbruik en tegen handelingen tegen de belangen van deze samenleving beschermt. Daarvoor zitten ze daar. En zij moeten, ongeacht wie daarbij betrokken is, moeten ze de PG de ruimte geven het onafhankelijk onderzoek voort te zetten. En als blijkt dat de aanmerking als verdachte correct is, de rechtsgang volgt. U bent buitenparlementair, misschien heb u makkelijk praten. Wat denkt u dat de coalitie, de assemblée zal beslissen? Om het zo te zeggen. Oh, laat me dit zeggen, we hebben geen makkelijk praten. Hè. We praten vanuit het recht en wet en wat het belang is voor deze samenleving. En ook als we daar zaten, zouden we er geen minuut mee verliezen, maar per direct eisen dat deze vergadering komt. Ik vind overigens ook dat ook de oppositie wat harder op de deur van de assemblée moet bonzen en voor mij daar voor de deur moet zitten en eisen dat er een vergadering komt. Van de coalitie horen we geluiden die eigenlijk jammer genoeg zijn zoals we hadden verwacht. We horen dat allerlei redenen worden gezocht al om de heer Hoefdraad niet in staat van beschuldiging te stellen, om in feite dus het onderzoek van de PG te obstrueren en straffeloosheid eigenlijk te doen gelden tegen de belangen van deze samenleving. Wanneer we meneer Hooghart horen roepen dat op basis van etniciteit hij meneer Hoefdraad, ongeacht wat zij schuldig is of niet, niet zal veroordelen, dan is het hek echt van de dam. En wanneer we meneer Abdul horen praten, allerhande zaken horen zeggen, zeer onverantwoorde zaken, waarbij gezinspeeld wordt, ook in de regeringsprogramma's op de televisie, alsof de rechtspraak politiek ingegeven is, etnisch ingegeven is, dan is het ontzettend gevaarlijk waar deze mensen mee bezig zijn. En de bottom line is dat nu duidelijk blijkt dat het volk ze betaalt elke maand, en dat geld nemen ze schaamteloos in ontvang, maar dat ze daar niet zitten voor de belangen van deze samenleving, maar slechts voor het beschermen van een crimineel circuit. Oké, de kans is heel groot dat die 26 plus tegenstemmen en dat er niks komt tegen Hoefdraad. Hoe verder dan? Denkt u ook aan dat scenario? Ja, daar houden we terdege rekening mee.
dat het onderzoek geobstrueerd kan worden. Echter kunnen er wel vanuit de rechter instructies gegeven worden, zodat het bewijsmateriaal niet vernietigd kan worden door meneer Hoefdraad, want de wet spreekt wel over de vervolging, dat de assemblee daar een stokje voor kan steken, maar niet over de opsporing. Dus dat stukje kan de rechtspraak wel ter hand nemen. En vervolgens, na 25 mei, hopelijk binnen 30 dagen, worden er mensen met rechtschapen mensen met geweten, mensen met die het landsbelang voorop stellen, gekozen om die nieuwe assemblee te bemensen. En dan hoop ik dat we het verzoek andermaal ontvangen. En dan zal er per onmiddellijk op gereageerd worden en de PG alle ruimte geboden worden. Ik heb net voor u, meneer Misikaba, gesproken en hij gelooft nog altijd in Dubai. Waarom gelooft hij niet in het verhaal dan? Er is toch olie gevonden? Is toch mogelijk? Weet u wat de waarde van olie is vandaag met COVID? Geen idee. Mensen worden betaald om olie op te slaan, er is niet iets opslagplaats ervoor. Dus op dit moment is het verhaal van Dubai van mijn... En weet u, meneer Misikaba leeft in een schijnwereld. Hij leeft in Dubai, terwijl de rest van ons volk in armoede gedompeld is. Terwijl de rest van het volk afhankelijk is van een pakket van een paar kilo aardappeluien en in de rij moet staan. Kinderen moeten tegenwoordig een lot trekken om te zien wie als eerste kinderbijslag krijgt. Zo ver is onze overheid onder meneer Boutersen en Misikaba gedropt. Zo ver is het ministerie van Sociale Zaken. Dat je uitbetaling van sociale ondersteuning voor zij die zwak zijn afhankelijk is van het lot. Dat is meneer Misikaba in Dubai. Dus dat is geen... U merkt niks van Dubai, dus? Absoluut niet. Ik weet niet, misschien wanneer we meneer Misikaba conform de wetten van Dubai gaan behandelen, dan zal ik gelukkig zijn met Dubai. Want u weet, in die landen, als je steelt, kapt mij je hand af. Ah. Dat is misschien wat we hier ook moeten introduceren. Ja. Denkt u dat er gestolen wordt, daar in Suriname? Ik denk het niet, ik weet het heel zeker. Ik weet het heel zeker, de PG heeft het nu hard bewezen. Ja? Dus u, ja. U zegt, Hoofdraad heeft gestolen, zegt u dan? Hij heeft gestolen, de PG is geen kleine jongen. Hij doet geen matte vingerwerk. Meneer, als u dat dossier, u moet dat dossier maar eens gaan doorspitten. Er zijn apps, er zijn notitieblokjes. De vergaderingen werden bij de president hemzelf thuis gehouden. Nee. Deze voorzitter van deze partij en onze leden, we laten ons niet voor de gek houden. En we zijn diehard en keihard. De belangen van dit volk staan op het spel. We tolereren niet aan wie dan ook dit volk langer besteelt. En we gaan absoluut keihard optreden hier tegen. Nou, als Hoefdraad in staat van beschuldiging wordt gesteld, ik denk dat hij niet alleen zal vallen. Hij zal toch een en ander om zich heen grijpen en meesleuren. Ja, ja, ja. Natuurlijk. Het is net wanneer je in het bos een hoge boom kapt, weet je hoeveel meer al. En dat is de angst. Dat is de angst. Daarom zeg ik u, bestudeert u het dossier goed. Dan zult u zien wat allemaal mee gaat rollen. Wat gaat allemaal mee rollen? Heel wat van die mensen die nou schreeuwen dat het geen zin heeft en dat het politiek is. Allemaal zijn, het is één groot netwerk van mensen die zich niet storen aan wet en recht. En die dit volk belazeren, bestelen en alleen maar met zichzelf bezig zijn. Nou, en nou stel dat NDP hem het hand boven het hoofd blijft houden, ook in de assemblee, en dat hij komt vrij. Maar kan niet na zijn ambtsperiode nog vervolgd worden? Natuurlijk, de bewijzen blijven overeind. De bewijzen zijn niet vervallen. Ja, dus nadat hij minister af is... Ja. En DA91 gaat zich mee bemoeien, of denk van... 100%, het is onze opdracht. U kunt ook zeggen ze aan het roven. U kunt er ook zeggen ze net zo fout aan het roven. Nee, dan spreekt u met de verkeerde partij. Wij doen daar niet aan. Dit volk heeft te veel geleden en verdient beter. Dus, die man heeft een probleem als ik zo naar u luister. Hij heeft zeker een probleem, want de gemeenschap luistert naar ons. En meer beseffen ze dat ze beter verdienen. En geloven ze niet meer dat ze moeten leven van aalmoezen. DA91, hoe gaan jullie doen? Hoe doen jullie met deze COVID-periode met propaganda? En hoe gaat het campagne? Hoe wordt het gevoerd? We zijn creatief. We hadden ons al voorbereid op het inzetten van de social media en al het andere. En dat doen we. Er zijn bepaalde dingen die minder kunnen, zoals de huisbezoeken, de bezoeken aan de markten.
Maar we merken dat onze mensen, we hebben een heel sterk team vanuit alle disciplines. Dus ons bereik is groot en wij waren voorbereid om het al zonder de massameeting te doen. Dus dat geeft ons een voorsprong op de rest. Ja, want uw partij is niet echt van de massameeting, hè? Nee, absoluut niet. We houden van die two-way communication. Ja. We willen kritische en mondige burgers. Dus elke activiteit van ons bouwen we op die manier op. Dus u hebt in principe geen last van niet zoveel. Alleen die tijd. Kijk, dat we worden opgesloten in ons huis is wel treurig. Maar goed, ook daaromheen vinden we oplossingen. Mm-hmm. Ik sprak iemand van de regering die dicht bij de president zit. En hij heeft twijfels over de voortgang van de verkiezing. Wat hoe sta je daar tegen over? Wij trappen niet in die vallen. We bereiden ons voor dat die verkiezing gewoon doorgaat. En als het niet doorgaat, dan hebben wij ons in ieder geval voorbereid. We laten ons niet pakken dat wij stil gaan liggen, want we merken dat heel veel partijen ook wijfelen. Wij niet. We bereiden ons voor, want voor ons, liever gisteren dan vandaag die verkiezingen. Want met deze mensen langer voortgaan, hoe langer we voortgaan, hoe meer dit land de afgrond ingedrukt wordt. Dus dat is niet iets om serieus te nemen als meneer Sand, directeur van het kabinet, die zegt... We hebben hem wel vaker horen praten, hoor. U weet, hij zegt vandaag A en morgen B, dus wij werken met serieuze berichten. En die prijs in de winkel, boek, wat zegt dat voor jullie als DA? 91. Ja, het is moordend voor de mensen. Er is zoveel onzekerheid nu. Er is een valutawet aangenomen die nog meer onzekerheid heeft gebracht. Dus de schappen beginnen in sommige winkels zelf leeg te lopen. Oké. Okay. We gaan het hierbij afronden. U zegt dat Hoefdraad naar de gevangenis moet. Zegt u dat? Heb ik u goed verstaan? Zeker. Ja, hij heeft als verdachte aangemerkt. En als de rechter beslist dat terecht is, moet hij naar de gevangenis. Ja. Verdachte is nog geen veroordeelde, hè? Nee, toch? Daarom zeg ik, als de rechter beslist dat terecht is, dan moet hij naar de gevangenis. Maar dat de rechter moet de ruimte krijgen daar een oordeel over te vellen. Mm-hmm. Hebt u zicht, u zit niet in de assemblee, maar hebt u zicht wanneer die vergadering gehouden wordt? Nee, dat zeg ik u. En ik vind dat er niet hard genoeg omgeroepen wordt. Maar de kans is zo groot dat die vergadering helemaal niet komt. Dat zou best kunnen, maar dat tekent ze alleen als medeplichtig. Aan vernietiging van dit land. Ja. Wat zijn jullie op verkiezingsreces, heet het? Maar dat is niet dwingend. Daar kunnen ze van terugkeren. Het belang is groot genoeg. En denkt u dat ze terugkeren? We zullen zien. Laten we kijken hoeveel geweten nog speelt in die assemblee. Hoeveel geweten speelt er daar, volgens u? Nee, laten we kijken toch. Ik wil niet pessimistisch zijn. Ze kunnen ons verrassen, laten we het hopen. Wanneer zou deze vergadering moeten houden? Moeten plaatsvinden? Maandag aanstaande voor mij klaar. Oké. Okay. We gaan het volgen. Ik dank u en ik wens u heel veel succes met uw campagne, mevrouw Angelique del Castillo Alhoussein. Spreek hem goed uit? Ja, heel goed. Heel goed. DA-voorzitter. DA-91, voorzitter. Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio.